2002 werd hij aangesteld als bijzonder docent in de linguistieke Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was de eerste bijzonder docent en is er nooit meer een keer aangesteld. Dus hij is heel bijzonder in dat. In 2008 werd hij voor bijzonder docent, bijzonder hoogleraar. Ook alweer behoorlijk bijzonder, zou je kunnen zeggen. Maar Wim is niet alleen bijzonder vanwege de titels die hij draagt en heeft gedragen, hij heeft ook andere bijzondere eigenschappen. Bijvoorbeeld, hij is de enige ruimtevaartingenieur die ik ken die de totaalwetenschap heeft bekend. Hij is ook de, voor zover ik weet, de enige afgestudeerde bascholoog in Nederland. Allemaal heel bijzonder. En het houdt niet op, hij heeft ook een bijzonder talentalent. Voor zover ik weet, spreekt hij in ieder geval Nederlands, Esperanto, Italiaans, Spaans, Frans, Duits, Engels, Russisch en Baskisch. En allemaal goed. En heeft vast nog een paar talen van mij verslot. Dat is natuurlijk moeten leren. Dus heeft op een voortreffelijke manier invulling gegeven aan zijn bijzonder docentschap eerst en daarna zijn bijzonder leraarschap. Hij heeft een onderwijsprogramma op het gebied van linguistiek en Esperanto opgezet dat jaarlijks op een forse studenten heeft doorheen. Dat kwam ook vooral door de mond-op-mond reclame die zijn bij enthousiaste studenten voor hem maakte. In het begin moest hij nog folderen, maar op een gegeven moment hoefde dat niet meer, want het ging allemaal vanzelf. En voor dat onderwijs heeft hij ook zelf al het materiaal ontwikkeld dat hij nu ook in gebonden vorm heeft nagelaten aan ons, zodat we dat weer kunnen gebruiken in de toekomst. Hij regelt ook beurzen voor studenten, zodat ze veldwerk konden doen tijdens het Esperanto-congressen. Er zijn een aantal studenten zelfs naar Peking geweest met zijn financieringsmogelijkheden en dat is een heel bijzondere ervaring voor deze studenten. Hij heeft zich vanuit de Fixer ook sterk ingezet om de Esperanto-beweging op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het vakgebied. Hij heeft zich verleden betrokken bij allerlei activiteiten. Wat ik zelf het meest wil benadrukken, en dat sluit aan het college van Wim, is dat hij systematisch het Esperanto als object van wetenschappelijke studie centraal is gesteld. In de taalwetenschap weten we dat talen enorm kunnen variëren, maar dat er universele beperkingen zijn op die variatie. Dat betekent dat we kunnen stellen dat er mogelijke talen zijn, maar ook onmogelijke talen die niet kunnen bestaan. Bij een taal die zich spontaan ontwikkeld heeft, gaat het allemaal vanzelf goed. Die voldoet aan alle universele eisen die eraan worden gesteld. Maar wanneer een taal wordt bedacht, en dat is natuurlijk voor de hand liggende vraag. Voldoet die taal aan die universele eigenschappen? En als dat niet zo is, wat doen de gebruikers dan met die taal? En nu moet ik laten zien hoe hij die vraag in zijn onderzoek gewoon heeft centraal gesteld. En zo is de studie van Esperanto dan van direct belang voor een hele centrale vraag in de taalwetenschap, namelijk wat zijn de universele eigenschappen van taal? Als je wilt publiceren over het Esperanto, dan ontmoet je bij niet-esperantistische taalkundige collega's soms enige skepsis. Ondanks deze extra drempel is dit jaar een artikel van Wim, het getiteld Esperanto Parts of Speech and Functional Discogram, gepubliceerd in tijdschrift Linguistics. We noemen dat een A-tijdschrift. Dat wil zeggen, het is een internationaal tijdschrift van de hoogste categorie en de hoogste kwaliteit. En een betere erkenning van de kwaliteit van Wim's wetenschappelijke benadering van het Esperanto hadden we ons nog niet kunnen wensen, vooral in dit jaar van zijn afscheid. We hopen Wim als collega's van de vakbonden te zien de komende jaren. Dat zal heel snel gebeuren wanneer onze gezamenlijke promovendus Mark Davroux het promoveert. Wim zal het wel ongetwijfeld heel erg actief blijven. Ook wensen we vooral maar niet uit dat hij het dus graag doen de komende tijd. Ik bedank je voor je inzet, voor je collegialiteit. En we wensen je het allerbeste. Dames en heren, van harte welkom bij deze afscheidsbijeenkomst ter ere van
Pim Jansen, die is hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto vanwege de Stichting Internationaal Esperanto Instituut. Nou ja, dus Kees Hengeveld, hoogleraar Theoretische Taalwetenschap, lid van het curatorium van de leerstoel en ook een naaste collega van Pim. We hebben enkele onderdelen van het programma vandaag. Eerst heeft Pim zijn aspectscollege, de titel Natuurlijke Evolutie en Leergemak, aspecten van taalflow en Esperanto. En daarna wordt Pim toegesproken. Eerst door Hans Erasmus, dit van het curatorium van de eerste maand de Stichting Internationaal Esperanto Instituut, en daarna door mij. En daarna bent u allemaal van harte welkom tijdens de receptie die plaatsvindt op de begane grond van dit gebouw. Eerst nu het woord aan u zelf. Dankjewel, Kees. Dames en heren, goedemiddag. Wie een afscheidscollege geeft, moet uit verschillende thematische opties een keuze maken en die keuze die is niet gemakkelijk. Ik heb voor een moeilijk compromis gekozen. Ik ga proberen een redelijk technisch verhaal te vertellen met als doelgroep de gasten van buiten de universiteit. In het bijzonder de sprekers van het Esperanto. Als sponsorpopulatie van mijn leerstoel hebt u een beetje recht op zo'n voorkeursbehandeling. U hebt deze leerstoel ooit laten inrichten en financieren en hebt mijn werk mogelijk gemaakt. Wat heeft dit voor u opgeleverd? Om deze zo simpele vraag enigszins bevredigend te beantwoorden, wil ik me binnen de grenzen van een collegeuur beperken tot enkele aspecten van het wetenschappelijk onderzoek dat hier naar het Esperanto gericht is. Een afscheidscollege is een college, dus ook vandaag moet ik nog een beetje schoolmeesteren. Bijna 10 jaar geleden, in december 2003, hield ik een voordracht op het door mijn voorganger en mij georganiseerde symposium Hoe natuurlijk is taal? Aan het Meertens Instituut hier in Amsterdam. Deze vraag, toegespitst op hoe natuurlijk is het Esperanto, is voor mij vanaf dat moment tot op de dag van vandaag bepalend gebleven voor de thema's waarop ik mijn onderzoek heb georiënteerd. Dat is niet moeilijk te verklaren. Het Esperanto staat immers te boek als een kunstmatige taal, maar het is ook de taal die ik zelf spontaner en met een gevoel van meer vrijheid in de expressie gebruik dan 25 jaar lang mijn werktaal Engels in de internationale ruimtevaartindustrie en bijna 40 jaar lang mijn tweede huistaal Italiaans. Toch wordt het Esperanto door velen niet gehinderd door kennis van zaken of zelfs maar nieuwsgierigheid als onnatuurlijk afgedaan. Is mijn eigen natuurlijkheidservaring dan een illusie, een valse illusie? Op dat symposium van 10 jaar geleden gaf ik een presentatie over de eerste bevindingen die ik had gedaan in wat later mijn promotieonderzoek zou worden. Intuïtief had ik een gevoel van ongemak bij de manier waarop het ontkennen van zinnen en delen van zinnen in veel leerboeken en naslagwerken van het Esperanto werd voorgeschreven en hoe dit in de praktijk werd en wordt gedaan. Er blijkt een sterk voorkeurspatroon te zijn waarin het ontkennende woordje niet, nee, voor het vervoegde werkwoord wordt geplaatst. Hierover schrijft de Zweedse grammaticus Wellengren: om een zin te ontkennen gebruikt men het woordje nee. Dit klopt volgens 1, waarin de uitspraak ik slaap in zijn totaliteit ontkend wordt. Niet nee, Dorma's. Hij schrijft ook, soms komt het woordje nee in een zin op zo'n manier voor dat het slechts een deel van de zin ontkent. Volgens de volgende dia klopt dit ook. Niet het sluiten van het contract, maar alleen de manier waarop wordt ontkend in deze zin. Niet vaak naar contract kan net schrijven ze parole. Er is wel degelijk een contract gesloten, maar niet schriftelijk, doch op mondelinge wijze. Maar de schrijver was begonnen met net ontkent dat waar het voor staat. En die uitspraak, zo aantrekkelijk in een korte en bondige regel geformuleerd,
dat zij op deze wijze zonder enige verdere uitleg in veel leerboekjes terugkeert, is misleidend. In het latere experimentele onderzoek onder Esperanto-sprekers in 3 landen heb ik mijn proefpersonen een aantal situaties in plaatjes voorgelegd die allemaal waren geïnspireerd op deelontkenningen zoals op deze dia voor de komma. En waarvan ik wilde weten of men in de zinnen die men daarbij moest opstellen het woordje ne inderdaad rechtstreeks voor dat ontkende zinsdeel zou plaatsen. Dus volgens het plaatje, het meisje dat loopt niet gehaast. Ze loopt wel, maar niet gehaast. Zij speelt niet op een gitaar. Ze speelt er ergens op, maar het is geen gitaar. Zij leest niet aan tafel. Ze leest weliswaar, maar niet aan tafel. Doch elders. De zinsbouw die ik in de rechterkolom van dit plaatje heb aangegeven, met net voor dat inderdaad ontkende deeltje, werd echter slechts in een heel kleine minderheid van 0 tot 13% van de antwoorden gebruikt. De praktijk klopte dus niet met het voorschrift. Het voorschrift net ontkent dat waar het voor staat. Werden de proefpersonen echter met een alternatief, zoals achter de komma, in 2 set parole, het alternatief, geconfronteerd. Dus niet gehaast, maar op haar gemak. Niet op een gitaar, maar op een viool. Dan steeg het percentage zinnen met ne op deze plaats voor het ontkende naar een bandbreedte van 8 tot 24%. Blijkbaar verlangt normale intermenselijke communicatie in zulke gevallen ook in het Esperanto dat een mededeling met zo'n ontkend zinsdeel door een positief alternatief wordt aangevuld. Zonder zo'n alternatief, zeker achter in de zin waar normaal gesproken de nieuwe, nog te openbare informatie staat, ervaart men de mededeling kennelijk als onvolledig en niet erg zinvol. De gesprekspartner wacht eigenlijk op een oplossing, maar die blijft in de lucht hangen. Naar analogie van een afgebroken schaakpartij, een hangpartij in het jargon, een partij die pas in een 2e sessie tot een beslissing wordt gebracht, heb ik zulke zinnen destijds hangzinnen genoemd. En Esperanto-sprekers houden niet van hangzinnen. En dit is dan weer geheel in overeenstemming met het sinds de jaren 70 in de taalkunde bekende samenwerkingsprincipe van de Britse taalfilosoof Paul Price. In mijn enigszins ingekorte vertaling, in elke taal is elke zinvolle uiting binnen een gesprek afgestemd op de door de deelnemers erkende doelstelling van het gesprek of de richting die het uitgaat, tenzij er dwingende redenen zijn om hiervan af te wijken. Dat ene regeltje van Wenningren, net ontkent dat waar het voor staat, gaat eraan voorbij dat het alleen maar meedelen wat er niet gebeurt, weinig zinvol is. Maar Esperanto-sprekers lijken weinig geloof te hechten aan voorschriften die zijn als onnatuurlijk ervaren en zij mijden de eruit voortvloeiende constructie, in dit geval hangzinnen dan ook. Dat was voor mij in 2003 bemoedigend en is dit nog steeds. Zo ontwikkelde zich mijn onderzoek in de richting van volgorde aspecten in het algemeen, dat wil zeggen aspecten van vormgeving van de zinsbouw zoals we die in het Esperanto waarnemen, vergeleken met de soms heel beknopte regels die iets voorschrijven. In het over de hele wereld gebruikte materiaal van de directe onderwijsmethode van Andrea Che, een lesmethode die ik in colleges en workshops hier aan de UvA veelvuldig heb laten demonstreren, vinden we de voorbeeldzin Mi estas instruista, ik ben onderwijzer, in alle 6 de mogelijke rangschikkingen van onderwerp, koppelwerkwoord en naamwoordelijk deel van het gezegde. En ook in een vrij recente herdruk vinden we nog de uitspraak: in het Esperanto is de woordvolgorde vrij. Er bestaat geen regel. Alle 6 de zinnen zijn goed. Ze zijn identiek. Aan het feit dat in de waarneembare praktijk 90 tot 100% van de sprekers of schrijvers met verschillende moedertaalachtergronden spontaan voor de constructie meestas instruista kiest en niet voor een andere volgorde, blijkt wel dat de vrijheid die Chase en leerlingen gaf een lege puls was. Alle 6 patronen blijken in de praktijk weliswaar mogelijk,
maar hun voorkomen is gebonden aan gebruiksregels die aan die praktijk goed te ontlenen zijn. De algenoemde Wennenbrand geeft als voorkeursvolgorde van de zinsdelen onderwerp, vervoegd werkwoord, leidend voorwerp en andere zinsdelen, maar hij licht tegelijk een tipje van de sluier op die de systematiek van het Esperanto gebruik omhult. Als men een andere volgorde hanteert, verandert men niets aan de grondbetekenis van de zin, maar verlegt men alleen telkens de nadruk. Dit is een beginnetje. Mijn onderzoek laat ondubbelzinnig zien dat de volgordebepaling van de onderdelen in een zin een proces is dat zich bij het opbouwen van de zin afspeelt allereerst aan de hand van een criterium dat met het perspectief te maken heeft dat de spreker aan de verschillende zinsdelen wil geven. Ik citeer de volgende voorbeeldzin uit mijn onderzoek onder Esperanto sprekers. De vader ontmoet de zoon, la patro rencam testa filam. Bij een willekeurige aanbieding van de elementen filam, patro en rencam tas, als het ware uit een grabbelton, hierdoor het alfabetisch, koos 100% van de proefpersonen spontaan voor de getoonde volgorde en identificeerde het aan de ontbrekende naamvalsuitgang herkenbare onderwerp patro met het primaire perspectief van wie uit de ontmoeting werd beschreven. En hiermee werd dus de basisvolgorde van Wennenbrand bevestigd. Het blijkt nu dat deze basisvolgorde van een Esperantozin doorkruist kan worden door invloeden die in menselijke taal universeel herkenbaar zijn. In de eerste plaats noem ik factoren die te maken hebben met de wijze waarop een spreker bekende en onbekende informatie in zijn mededeling sorteert, nadruk verleent of zaken naar de achtergrond schuift. In het volgende voorbeeld uit mijn onderzoek wordt in een situatieschets met nadruk ontkend dat het om de jaarrekening gaat en dat het juist de balans is die door de penningmeester zal worden opgesteld. We zien in 5a dat het Nederlands door middel van een intonatieverandering de balans kan benadrukken met behoud van de basisvolgorde. In het schriftelijke Esperanto-experiment is die mogelijkheid niet onderzocht. Wel blijkt dat de basisvolgorde van 5b, de tweede zin, la casista preparos la bilansam, in meer dan 33% van de resultaten verlaten werd ten gunste van de omdraaiingen in 5c en in 5d. Met in beide gevallen het onderstreepte leidend voorwerp voorop in de zin. Dit is wat ik hiervoor het beginnetje van Wennenbrand noemde. Naast de zojuist genoemde invloeden zijn er in het Esperanto nog andere factoren aan te wijzen. Ik zal ervan een heel ander soort voorbeeld geven dan wat ik tot nu toe heb laten zien. We mogen ervan uitgaan dat als we de twee volstrekt gelijkwaardige elementen, driehoek met de tophoek naar boven en driehoek die op zijn tophoek staat, achter elkaar zouden moeten noemen, we statistisch even vaak de rangschikking A als de rangschikking B zouden produceren. En ik heb in dit geval bewust geen letters of cijfers gebruikt om niet de indruk te wekken dat er een rangorde in het spel is. Er is nu niets wat een voorkeursvolgorde in de hand zou kunnen werken. Dit is de absolute volgordevrijheid van André Lotchet. Echter, is één van beide elementen een levend wezen en het ander levenloos, dan is de volgorde stevast levend, komt voor levenloos. Is één der elementen mooier, groter, hoger in rang, wordt het kortom positiever gewaardeerd dan het andere, dan gaat de volgorde altijd van meer naar minder positief. Enkele voorbeelden daarvan zien we op deze dia. Bied ik meester en slaaf aan in een willekeurige volgorde, dan is de woordgroep die men construeert master en slaaf, eerste meester. Docent en student in een willekeurige volgorde, docent dan en student dan. Generaal, corporaal, willekeurig aangeboden, generaal, caporale. En u ziet dat ik zelf hier ergens tussen een slavendrijver en een generaal in sta.
Deze invloeden hebben te maken met de betekenisinhoud van die driehoekjes. En opnieuw weerspiegelt de Esperanto-praktijk een verschijnsel dat we in heel veel natuurlijke talen tegenkomen. Er is nog een derde factor die de zinsbouw eigen aansturing van de volgorde van de elementen in een groter geheel van een Esperanto-woordgroep of zin kan doorkruisen. En die is van heel andere aard. Het gaat hier om de zwaarte van een woord. Een moeilijk te kwantificeren begrip dat de moeite beschrijft die onze hersenen moeten doen om zo'n woord te produceren, of de moeite die nodig is om met zo'n woord in te breken in een andere stroom woorden. Zo is het woord intelligent zwaarder dan het woord knap. De plaats van het bijvoeglijk naamwoord bij het zelfstandig naamwoord is in het Esperanto niet strikt voorgeschreven. Maar de volgorde bijvoeglijk komt voor zelfstandig, als in het Nederlands, is er dominant. We kunnen deze volgorde de basisvolgorde voor het Esperanto noemen. Zodra de kwalificatie van een zelfstandig naamwoord complexer, zwaarder wordt, zien we dat sprekers mogelijkheden tot verschuiving gaan benutten. De percentages in de volgende voorbeelden gelden voor de volgorde bijvoeglijk komt voor zelfstandig in de gegeven antwoorden. En u ziet dat bij lichtgewicht woorden, bruin vet jong, bruna grasa juna, 97% spontaan het adjectief voor het substantief zet. Wordt het wat zwaarder, ongrijpbaar, necartabla, voorhistorisch, prahistoria, dan zijn er mensen die van de verschuivingsmogelijkheid gebruik gaan maken. Rennend is ietsje korter en wordt toch vaker achteraan gezet, misschien omdat het een deelwoord is dat als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. Hoe langer of hoe zwaarder het bijvoeglijk naamwoord is in het Esperanto, hoe groter de kans dus dat het naar achteren verschuift. En dit is in overeenstemming met de universele neiging van zwaardere componenten een meer achterwaartse positie in de zin in te nemen. Bij een zwaardere kwalificatie of bij meer dan één kwalificatie voorkomt dit dat de hoorder die kwalificaties eerst moet verwerken, in het korte termijn geheugen moet vasthouden voordat het duidelijk wordt wat er eigenlijk gekwalificeerd wordt. Laat ik de bevindingen tot nu toe samenvatten. Ze dekken slechts een deel van het volgordeonderzoek, maar ze zijn wel illustratief voor het geheel. Geen van de volgordes in het Esperanto die we bekeken hebben, is echt vrij. Als een volgorde niet bepaald wordt door een hiërarchie in de betekenissen, docent komt voor student, dan is er wel sprake van het bestaan van een basispatroon. En hoe zijn die basispatronen er dan gekomen? Dat is eigenlijk eenvoudig en voor de hand liggend. Ze zijn uit verschillende brontalen van het Esperanto overgenomen. Het gebruik van een boswoordje voor de ontkenning ne, dat aan het gezegde gekoppeld is. Onderwerp komt voor gezegde, komt voor leidend voorwerp. Bijvoeglijk komt voor zelfstandig naamwoord. Laten we zeggen, dit zijn allemaal historisch verklaarbare keuzes. En hoe universeler de greep van Zamenhof, de auteur van het Esperanto, is geweest, hoe groter het leergemak voor veel mensen zal zijn. En gelukkig zijn veel van zijn keuzes heel universeel te noemen. Elk basispatroon kan gewijzigd worden onder invloed van factoren van drieërlei aard. En ook deze beïnvloedbaarheid is universeel herkenbaar. Dat wil zeggen, is kenmerkend voor heel veel natuurlijke talen. En in mijn voorbeelden heb ik mij beperkt tot het Nederlands. De Esperanto-spreker gedraagt zich dus als een natuurlijke taalspreker en voorschriften die met deze universaliteit in strijd lijken, we hebben het gezien, worden op een even natuurlijke wijze genegeerd. Natuurlijkheid lijkt dus geen keerzijde te hebben in de zin van een verborgen nadeel. De mogelijkheid van een natuurlijke ontwikkeling van het Esperanto moet bij de publicatie van het taalproject in 1887 aanwezig zijn geweest. En het als een natuurlijke bestempelde taalgebruik van nu is het resultaat van een vrije ontwikkeling van de taal sindsdien. Iedere Esperantist weet dat ik met vrije ontwikkeling een ontwikkeling bedoel die enerzijds niet door een of andere autoriteit
gestuurd wordt, maar anderzijds niets mag veranderen aan het lexicale en grammaticale fundament van de taal dat in 1905 op het Eerste Wereldcongres van Esperanto-sprekers is vastgelegd. En dat ook geen taalgebruik toestaat dat tegen dit fundament indruist. Een gestage, spontane uitbreiding van de woordenschat en een slim uitbuiten van alle potentieel aanwezige grammaticale middelen om de taal te verrijken en bij de tijd te houden, zo kunnen we dit lezen, zonder het van huis uit gegeven leergemak aan te tasten. Dit lukt in veel gevallen. Niet in de laatste plaats door de discipline van de Esperantisten die de boel heel graag bij elkaar willen houden. In de besproken volgorde kwesties lijkt het ook te lukken. Maar de vraag is of het altijd wel lukt, of het altijd zo gaat. En hiermee ben ik gekomen bij mijn meest recente onderzoeksbezigheid en ook eigenlijk op een keerpunt in de lezing. De inhoud van het Nederlandse begrippenboek in onze hersenen leveren ons veel kant-en-klare woorden die zo in een zin gebruikt kunnen worden. Denk aan zelfstandige naamwoorden als zaal en aan bijvoeglijke naamwoorden als mooi. De betekenis van zaal is rechtstreeks doorgekoppeld aan het gebruik van zaal als zelfstandig naamwoord. Anders dan in het Nederlands bestaan inhoudswoorden als zaal in het Esperanto uit twee delen. Een betekeniskern en een uitgang die het gebruik ervan in een zin aangeeft. Zoals in dit voorbeeld van deze mooie zaal. Zaal, het woord salona, bestaat uit twee delen, waar salon de betekeniskern vormt en o de rol van het woord in de zin aangeeft. Mooi is bella, eveneens splitsbaar in twee delen. Laat ik uitgaan van werkwoorden, die ook in het Nederlands zijn opgebouwd uit een betekenisdeel, dat wij de stam noemen, en een uitgang. Als ik aanneem dat de kern parole van het werkwoord paroli, spreken, alleen de globale betekenis van de Nederlandse stam spreek vertegenwoordigt, en de uitgang i uitsluitend de rol daarvan als werkwoord in de zin markeert, dan blijkt parole flexibeler te zijn dan spreek. Deze ene vorm parole kan bijvoorbeeld ook als zelfstandig naamwoord worden ingezet. Parole o, parola. De spraak als bijvoeglijk naamwoord, parola, gesproken. En als bijwoord, parole, mondeling, wat we al gezien hebben. Dit lijkt nog enigszins op het Nederlands, maar ik kan dit ook doen met de betekeniskernen salon en bel. Waarmee ik volgens vaste regels werkwoorden, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden en bijwoorden kan maken. En dan wordt de vergelijking met het Nederlands moeilijker. Zaal als werkwoord kunnen wij ons heel moeilijk voorstellen. Veel wijst erop dat de aanname dat alle betekeniskernen in het Esperanto flexibel zijn, plausibel is. Zij strookt volledig met samen of strikte scheiding van alle inhoudswoorden in wattels en uitgangen, met de wijze waarop het woordenboek in het taalfundament is vormgegeven en met het vroeger taalgebruik. Als ik mijn aanname uitwerk binnen het moderne theoretische kader van de functionele discoursgrammatica, de FDG, dan kan ik, voor zover ik dat nu kan overzien, een waterdichte regelgeving opstellen die de Esperante woordvorming beschrijft en verklaart. En ik kan ook een sluitende regelgeving opstellen voor de wijze waarop afleidingen en samenstellingen van woorden worden gevormd. Laat ik deze regelgeving het flexibele model noemen, ingegeven door het flexibele gedrag van wortels, zoals het bovengenoemde parole. Ik moet u onmiddellijk bekennen dat dit flexibele model frontaal botst met de opvattingen over woordvorming die sinds 1935 in veel grammatica beschrijvingen van het Esperanto te vinden zijn en die ondersteund worden door de Esperanto Academie. Dit noem ik voor de discussie het academiemodel.
U zult zich terecht afvragen of ik hiermee 126 jaar na de publicatie van de taal niet een beetje laat ben. En of dat ik beweer dat Hume dat al zo lang rond is opnieuw, maar op een andere manier rond heb uitgevonden. Het is waar dat ik niet de eerste ben die de woordvorming in het Estonte zo interpreteert als ik u heb uitgelegd. Het is wel de eerste keer dat deze interpretatie het hele scala van woordvorming, afleiding en samenstelling inbedt in een algemene taaltheorie, die als het ware los staat van het Esperanto, die het functioneren van het Esperanto van vandaag probeert te verklaren uit principes van menselijke taal in het algemeen. U neemt waarschijnlijk niet helemaal genoegen met deze uitleg, want naast elkaar bestaan van twee concurrerende modellen hoeft ook niet meer te zijn dan een teken van wetenschappelijke onmin. Dus ik zal nog een beetje dieper moeten gaan. Het is uit mijn onderzoek duidelijk geworden dat het systeem van woordvorming in het oorspronkelijke Esperanto zich keurig laat beschrijven volgens mijn flexibele model en dat niets een verdere ontwikkeling van dit systeem volgens dit model in de weg stond. En zo is het echter niet gegaan. De taal is met de tijd van het pad van het flexibele model afgeweken en laat dit steeds meer links liggen. Dit is trouwens weer een mooi voorbeeld van een natuurlijke ontwikkeling. Er bestond in 1887 geen uitgewerkt flexibel model, dat als uitgangspunt voor leerboeken had kunnen dienen, en ook nog geen academiemodel. De eerste aanzetten hiertoe zijn pas in de jaren 10 van de vorige eeuw gepubliceerd. Zij bevatten aantoonbare theoretische fouten, en het resulterende model is door zijn complexiteit voor de gemiddelde taalgebruiker niet te doorgronden. Dat de taal desondanks is opgepakt als bruikbaar instrument, is te danken aan verschillende factoren, en ik noem u een viertal. Het flexibele model kan uit elke wortel uitsluitend gebruik maken van de woordsoort uitgangen, 4 woorden genereren, maar 1 daarvan komt veel vaker voor dan de andere 3. Zo manifesteert het ding salon zich veel vaker als het zelfstandig naamwoord salona dan als het bijvoeglijk naamwoord salona, dat van of in de zaal betekent. In het flexibele model speelt het woord salona de voorkeursrol van de wortel salon. In het academische model horen ze bij elkaar. Deze overlapping zorgt ervoor dat een discussie over de twee concurrerende modellen pas gaat leven bij woordvormen die niet zo vaak voorkomen en dus in de praktijk minder interessant zijn. Ten tweede, voor een deel zijn het flexibele en het academische model niet in strijd met elkaar. Beide gaan ervan uit dat bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden van wijze uit één gemeenschappelijke wortel worden gegenereerd. Bijvoorbeeld clara, duidelijk als bijvoeglijk naamwoord, clare als bijwoord van wijze, beide uit de wortel clara. De betekenis van de twee soorten woorden die uit één zo'n wortel worden gevormd, is nooit het voorwerp van enige oneenigheid geweest. Een derde factor, het uitgebreide systeem van afleiding en samenstellingen, biedt mogelijkheden om overduidelijk te zijn in gevallen van twijfel. Wie er als spreker niet zeker van is of de toehoorder het woord construan, dat bouw betekent, als de bedoelde handeling het bouwen interpreteert. Maar misschien als het resultaat, het bouwwerk, kan het achtervoegsel aan te inschuiven. Construado draagt namelijk het aspect van voortduring aan de gang zijn met zich mee. Een vierde factor is van een heel andere aard. De Esperanto-gebruiker is vergevingsgezind tegenover zijn gesprekspartner. Hij waardeert dienstbewuste keuze voor communicatie in het Esperanto. Een groene taal waarmee men geen roofbouw pleegt op de steeds schaarser wordende talige en culturele hulpbronnen in de wereld, maar de duurzaamheid daarvan juist waarborgt. En deze keuze voor een ideaal vergoedt veel foutjes die men maakt. Toch zijn er principiële controversies die onoplosbaar blijven, zolang niet het ene model met uitsluiting van het andere voor beter passend bij het Esperanto wordt verklaard. Ik noem maar 2. Het werkwoordelijk gebruik.
gebruik van wortels die van huis uit dingen benoemen. Vesperi, avond zijn. Ai, water, geven aan planten. Lati, melk afscheiden. Pieri, te voet gaan. Ik standeer het een beetje, dat is niet de wijze waarop je deze woorden uit te spreken natuurlijk. Bovenstaande werkwoorden die hebben in een academiemodel een model een historisch bepaalde, ooit zo afgesproken en niet volgens een regel afgeleide betekenis. De volgende. Het bijvoeglijk gebruik van wortels die mensen of dingen vernoemen. Theatra arto, theaterkunst, theatra gesto, een theatraal gebaar. In A wordt kunst ingeperkt tot de kunst van het theater. Maar in B gaat het niet om een gebaar uit het theater, maar om een gebaar met een dramatisch effect dat aan de theaterkunst ontleend gedacht kan zijn. Die toegevoegde betekenisinhoud die bij theatraal past, die kan niet door de uitgang A van het bijvoeglijke naamwoord geleverd worden, maar veronderstelt de toepassing van een speciaal middel tot afleiding dat er helaas niet staat. Theatra met de betekenis van 11b verdient in het woordenboek dus eigenlijk een aparte plaats en geen plek onder de wortel theater. En op dit aspect zal ik hieronder terugkomen. Het door mij binnen de genoemde functionele discoursgrammatica afgeleide flexibele model legt bovenstaande verschijnselen genadeloos bloot. En hoe komt het dan dat de oorspronkelijke Esperanto zich volgens het flexibele model had kunnen ontwikkelen, maar dat het hedendaagse taalgebruik daarom meer en meer punten van afwijkt? Mijn hypothese is de volgende. Het Esperanto is in gebruik genomen door mensen die in grote meerderheid sprekers van Indo-Europese en zelfs Europese talen waren. Zij hebben een aangeboden systeem van woordvorming op een wijze geïnterpreteerd die aansloot bij hun moedertaalervaring en hebben samen als wortelvormen gelijkgesteld aan kant-en-klare woorden. En zo werd het Esperanto-systeem, dat voldeed aan een hypothese van volledig flexibele wortels, als een drieledig gespecialiseerd systeem opgevat met wortels die als het ware voor gebruik als werkwoorden, zelfs van genaamwoorden en de combinatie bijvoeglijke naamwoorden bijwoorden waren voorbestemd, zoals bijvoorbeeld in het Duits. Latere grammatici hebben geprobeerd dit drieledige systeem op deze drieledige interpretatie te verklaren, maar hebben hierin naar mijn overtuiging gefaald. Zij zijn niet ingeslaagd een sluitende regelgeving voor de woordvorming op te stellen. Ik denk dat de grote kracht van de benadering vanuit de functionele discoursgrammatica is dat zij behalve een verklarende ook al een controleerbare voorspellende waarde heeft. Neem maar even aan dat mijn hypothese van het oorspronkelijke flexibele model juist is. Dan voorspelt de functionele discoursgrammatica vanuit onderzoek dat op een groot aantal natuurlijke talen is gedaan, dat als flexibele wortels zich gaan specialiseren in woordsoorten, het werkwoord de eerste soort is die zich van de flexibele pool afsplitst. En dat is precies wat ik in het Esperanto heb willen illustreren. Er zijn werkwoordelijk gespecialiseerde afsplitsingen van wortels met een geheel eigen betekenisontwikkeling gekomen. Aan water hebben wij een handeling geven toegevoegd, een ontvanger planten en niemand en niets anders. Aan melk hebben wij dat afscheiden toegevoegd en aan de voet hebben wij een beweging toegevoegd. Goed, er zijn dus werkwoorden gespecialiseerde afsplitsingen gekomen met een geheel eigen betekenisontwikkeling. Er komen er steeds meer. En wij lijken dus getuige te zijn van een spontane ontwikkeling in de richting van een tweeledig en later misschien wel drieledig gespecialiseerd systeem. Waardoor de oorspronkelijke misvatting van de eerste generatie sprekers alsnog zou zegevieren. Niet omdat de misvatting geen misvatting was, maar doordat een stabiele overmacht aan moedertaal
taalsprekers van Europese talen dit flexibele systeem van woordvorming stap voor stap als een vermeend handicap lijkt uit te drijven en te vervangen door iets van eigen bodem. Deze ontwikkeling laat zich sporen al na in de taal. Er ontstaan meer en meer identiteiten van vorm die verschillen in betekenis met zich meedragen. Bijvoorbeeld dat Pierre in 10D, dat in het woordenboek, als ik het zo mag noemen, als voet, als lichaamsdeel, als ding te boek staat. Maar dat wij hier ook moeten kunnen interpreteren als een beweging te voet, zonder dat er andere hulpmiddelen bij te pas komen. Want dat bewegen kunnen we niet aan die uitgang ontlenen. De taal zal bondiger worden, eleganter in het gebruik, zeker in de literatuur, maar de één-op-één relatie tussen vorm en betekenis zal verder afbrokkelen en het wordt moeilijker om de taal te onderwijzen en te leren. Ik kan het illustreren door te laten zien hoe de woordvorming op basis van de wortel A van water zich getuige woordenboeken heeft ontwikkeld tussen 1887 en 1888 en heden, en hoe deze ontwikkeling speculatief kan worden doorgetrokken naar 2037, het jaar waarin het Esperanto 150 wordt. Ik kijk niet naar de kleurverschilletjes die komen uit het programma, en daar heb ik maar niets aan veranderd. In de linkerkolom staat onder de wortel A in het woordenboek in 1887, 1888 alleen nog maar het oncontroversiële zelfstandige naamwoord A. In de tweede kolom, in 1911, en dat is het eerste eentalige Esperanto woordenboek dat verschenen is, vinden we naast A ook twee voorbeelden van het gebruik van het bijvoeglijke naamwoord geheel volgens de regels van de functionele discoursgrammatica. In de derde kolom, dat gaat hier dus om het geassocieerd zijn met water in de meest algemene zin, in het water, op het water, van het water. In de derde kolom, en nu bestrijk ik de periode van 1933 tot heden, kunnen we voor de eerste keer de betekenis van een woord, het werkwoord acqui, niet meer via een algemene regel uit de oude wortel afleiden, maar zonder aan de betekenis daarvan, en dat is niet meer dan de chemische verbinding H2O in vloeibare toestand, een aanzienlijke hoeveelheid extra informatie toe te voegen, zoals ik al zei, de handeling geven en de ontvanger planten. Deze informatie berust op een afspraak, die op zijn beurt is ingegeven door iemands intuïtie. Daar is niets mee mis, maar intuïtie hoeft niet door andere sprekers gedeeld te worden. En hoeft dan helemaal niet universeel te zijn. We kunnen dit oplossen door te doen alsof het werkwoord acqui aan een eigen wortel, acqui met index 2, is ontleend. En die kunnen we voor het gemak even vergelijken met de Nederlandse stam irrigeren, van irrigerend water geven. En dat er van de oude wortel acqui een rest overblijft, het acqui 1, dat nog steeds verantwoordelijk is voor de regelmatige afleidingen. Het doorbreken van een gegeneraliseerde regelgeving, zoals we bij acqui zien, in de onderste regel van de derde kolom, is een minderheidsverschijnsel. In de meeste gevallen gedraagt het woordvormingssysteem van het Esperanto zich nog als een flexibel systeem, dat de bijbehorende regels wel volgt. Maar de minderheid groeit en breidt zich uit van het taalgebruik in de poëzie, via het jargon van de jongeren, naar het terrein van het zakelijke proza. Als we doortrekken naar de toekomst, dan zullen er steeds meer wortels hun eigen specialisatie meekrijgen en een algemeen afleidingsprincipe van woordbetekenis naar één flexibele wortel zal nauwelijks meer te vinden zijn. Het woordenboek van 2037 kan dan ook beter op de woorden aqua, aqui, aqua, dus niet in de volgorde zoals op het scherm staan, dan op wortels gealfabetiseerd worden. En ik ga er stilzwijgend vanuit dat in de tussentijd het woordje aquetse, dat ik niet genoemd heb, als vertaling van waterig, dat we zeggen met een viscositeit die aan die van water doet denken, tot aqua is ingekort, zoals met theater gebeurd is. Waarmee dan de afgesplitste wortel A3 vertaald kan worden. We hebben hier
De keerzijde van een natuurlijke evolutie is het afnemende leergemaak. Naarmate het Esperanto zich langer op natuurlijke wijze ontwikkelt, en daar zijn we blij mee, wordt de taal op onderdelen onregelmatiger, dus moeilijker. En daar zijn we niet zo blij mee. De onaantastbaarheid van het taalfundament van 1905 was denk ik nog steeds een hele goede zet van Zamenhof. Maar wat hij onderschat heeft, is de macht van de taalgemeenschap. Deze heeft zich van het taalinstrument meester gemaakt en opereert autonoom, met of zonder fundament. En hiermee wordt het wezenlijk belang van Esperanto-studies voor de algemene taalwetenschap nog eens onderstreept. Maar ook wij Esperanto-gebruikers moeten uit deze feiten lering trekken. We moeten in al ons lesmateriaal en in onze beschrijvende grammatica's niet alleen ruimere aandacht schenken aan wetenschappelijk verantwoorde uitleg, maar ook meer rekening houden met de veranderende taal. Een vereenvoudigd uitleg in leerboeken is vaak nodig en goed, mits zo'n uitleg maar een subset is van de werkelijkheid en niet de plaats van die werkelijkheid gaat leren. Ik denk dat er vanuit onze bijzondere leerstoel dingen gezegd en geschreven zijn die u elders in de Esperantologie niet zult tegenkomen. Het is niet aan mij om hiermee te verklaren dat de Esperantogemeenschap dus waar voor zijn geld heeft gekregen. Ik heb er wel naar gestreven. Het was mijn droom een vaste brug te slaan tussen de Esperantologie en de algemene taalwetenschap met meer begrip en waardering over en weer en ik hoop in het belang van beide daarin geslaagd te zijn. De inhoud van dit college was in de eerste plaats aan alle gasten van buiten gericht en in het bijzonder de Esperantisten die deze leerstoel een warm hart toedragen. Ik dank hen voor de steun die ze mij in al deze jaren hebben geschonken en voor de overtuiging die ze met mij gedeeld hebben dat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van het Esperanto nuttig en zinvol zijn. De dragers van de leerstoel, het Internationaal Esperanto Instituut en de Vereniging Esperanto Nederland, hebben ertoe bijgedragen dat objectieve kennis over het Esperanto op het hoogste niveau kon worden uitgedragen en de besturen van beide organisaties verdienen onze grote waardering daarvoor. In Esperanto kringen dank ik ook mijn trouwe workshop-acteurs Atilio Rayana Rojas en Katalin Kovacs. Mede dankzij hun talent en inzet kijken veel studenten en afgestudeerden nu met andere ogen tegen het zo boeiende fenomeen Esperanto. Ik dank mijn curatoren, in het bijzonder Kees Hengeveld en Hans Erasmus, met wie ik gedurende mijn hele loopbaan aan de UvA te doen heb gehad voor de niet aflatende belangstelling en stimulering van mijn activiteiten. Mijn collega's binnen de leerstoelgroep en latere capaciteitsgroep en de staf van het ACLC hebben mij niet vaak gezien, maar dat had alles te maken met mijn beperkte deeltijd aanwezigheid en de bijzondere situatie waarin ik mij bevond en die een frequente reis naar Amsterdam niet toeliet. Wanneer ik een hulpadvies nodig had, hebben zij die altijd gul gegeven en ik ben ze daarvoor zeer dankbaar. De secretaressen die mij met alle mogelijke praktische zaken van dienst zijn geweest, verdienen een aparte pluim op de hoed. Zelden ben ik in mijn loopbaan met zoveel competentie, vriendelijkheid en accuratesse te woord gestaan en geholpen als bij Gerlien en haar collega's en voorgangers. Ik heb als eerste het secretariaat taal- en literatuurwetenschap willen vermelden, maar wil hierop aansluitend al het personeel in de ondersteunende diensten die in het algemeen een sleutelrol op de achtergrond spelen, danken, noemen en danken. Zij spelen een sleutelrol, worden maar al te gauw vergeten. Ik dank alle medewerkers van het onderwijssecretariaat, de studiebegeleiders, het bibliotheekpersoneel, de verantwoordelijke voor roosters, zalen en zaalapparatuur, de reproductie van syllabi, de medewerkers achter het Blackboard en Pontifex voor de medewerking en hulp die zij op ieder moment aan deze voorbijganger hebben willen geven. Ook het kantinepersoneel dank ik voor de vriendelijke, altijd vriendelijke bediening, ook onder druk, en de portiers van het Bungerhuis voor het immer hartelijke en belangstellende praatje waarmee ik iedere keer weer werd begroet. Studenten, vandaag heb ik jullie verwaarloosd, maar 11 jaar lang waren mijn collega's.
colleges voor jullie bestemd en op jullie afgestemd. Dank voor de belangstelling voor de twee vakken die ik mocht doseren. Dank voor jullie deelname aan de workshops en dank aan de opeenvolgende besturen en coördinatoren van de studentenvereniging Taalwetenschap VOS die zich hiervoor hebben ingezet. Dames en heren, het was een mooie tijd. Dank u wel. Van deze leerstoel, het ontstaan ervan. Dat is natuurlijk geen 5 minuten geweest. Ik zou willen zeggen, ons leven wordt bepaald door toeval en geluk. Dat is een geweldige gemeenplaats, maar zo is daar met de leerstoel ook voor gegaan. Men zou verwachten dat het initiatief destijds kwam uit de Esperanto-beweging, maar dat is niet het geval geweest. Er was natuurlijk wel een stichting Esperanto bij het onderwijs, die onder andere streefde naar invoering van Esperanto in het basisonderwijs als tweede taal naast de eigen taal. Maar echt een initiatief bij universiteiten, dat is niet geweest. Het initiatief kwam namelijk uit een heel andere hoek. Het was professor Wieberdink, een emeritus hoogleraar chirurgie, die zich wilde laten informeren over Esperanto en ging daartoe naar het Esperanto Centrum in Den Haag. En hij vroeg in dat contact zich af waarom er eigenlijk geen bijzondere leerstoel is. Want hij had zelf een bijzondere leerstoel gecreëerd in Brussel op een heel ander terrein. Het leidde ertoe dat de heer Wieberdink en ik een comité van aanbeveling hebben opgezet, bestaande uit prominenten uit de Nederlandse samenleving. En dat is alweer bijna 20 jaar geleden. Verschillende leden zijn dus overleden, ik ken ze wel. Heldring, professor Brugmans van het Europa College en enkele anderen. Ook de heer Wieberdink is inmiddels overleden. Met een kleine werkgroep werden universiteiten benaderd van Groningen tot Maastricht. Het gesloten kreeg een beet in Amsterdam. Merkwaardig was toen dat we ons gericht hadden op de faculteit die communicatie in zijn portefeuille heeft. Want we dachten dat is typisch iets voor Esperanto. Esperanto beoogde immers de communicatie te vermakkelijken. Maar de letterfaculteit hoorde ervan en vroeg eens aan ons om ook te komen praten met hem. En zo werden wij niet van vragende, maar zelfs van aanbiedende partij in een heel andere positie geplaatst. En het kwam erop neer dat we in de letterfaculteit een bijzondere leerstoel kon worden gevestigd voor interlinguïstiek en Esperanto. Professor Muisken was daarbij een heel belangrijke steun. Ik wil hierbij nog wel vermelden dat het lid van onze werkgroep professor Adriaan de Groot, de man van de CITO-toets, helaas ook overleden, als invloedrijk man ten zeerste heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze leerstoel. Hij was een zeer invloedrijk man, onderwijsdeskundige en bij de binnenkomst in Amsterdam knipte alle hoogleraren heel vriendelijk naar hem toe. Ik zal u niet lastigvallen met allerlei organisatorische zaken die na gevolgd zijn. Gelukkig kon ik een goede kennis bereikt vinden, 25.000 gulden te schenken om een financiële start te maken. Uiteindelijk konden we 2 hoofdsponsors vinden voor de financiering, het Internationaal Esperanto Instituut in Den Haag en de Vereniging Esperanto Nederland. Na enige aanloopproblemen kunnen we stellen dat professor Jansen de leerstoel stevig heeft verankerd in de Universiteit van Amsterdam en tot grote bloei heeft